Big data heeft een enorm impact op de business, maar de succesfactor is om klein te beginnen. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel eigenlijk dat een goede big data project, om heel specifiek te zijn, is iets dat je zou tussen 3 en 6 maanden echt kunnen outrollen en zou voor een beperkte budget kunnen gedaan worden. Omdat met big data je kan echt resultaten op zeer korte termijn zien. Maar wat is heel belangrijk is ook om te beginnen met een heel specifiek business use case. Dus we zien de bedrijven die beginnen met een heel specifiek use case, bijvoorbeeld fraud detection of customer centricity, die hebben veel meer succes dan andere bedrijven die zeggen, wij moeten een big data platform inrichten en dan zien we waarvoor wij het gebruiken. Dus de meest belangrijke trends die je ziet op dit moment is, eerst is in de groei van de hoeveelheid volume die je moet mee omgaan en eigenlijk gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. De tweede is inderdaad de security aspect die heel erg belangrijk wordt in de termen van hoe data wordt gebruikt en waarvoor het wordt gebruikt. Dat is de tweede. En de derde is de accuracy van de data. Hoe accuraat is de data en kan je daarop rekenen? Omdat meer data betekent niet per se altijd beter informatie. Er is een groot verschil tussen data en informatie. Er zijn ook een aantal risico's met big data projecten. En eigenlijk te ver gaan is een groot risico. Dus je moet ook bescheiden blijven in wat je wilt gebruiken en voor wat je wilt het gebruiken. Je hoeft niet per se alle data te gebruiken die ter beschikking is. Je kan ook alleen de data gebruiken die je nodig hebt om een aantal specifiek business problematiek of business mogelijkheden aan te pakken. De financiële sector is typisch meer bescheiden in gebruik van data, als je vergelijkt met retailers of telcobedrijven en dat soort zaken. Maar de voordeel dat de financiële sector heeft in vergelijking met andere sectoren, is eigenlijk dat het is vaak de vertrouwenspartner van de klant zelf. En dus je ziet eigenlijk dat klanten in staat zijn om veel meer contact te hebben met banken en verzekeraars. En zij vertrouwen ook die relatie iets meer. Dus financiële instellingen mogen daar best op inspelen en eigenlijk de klant laten zien dat ze echt begrijpen wat de noden van de klanten zijn en hoe ze kunnen de klant beter benaderen en beter diensten leveren met gebruik van big data en analytics technologie.